Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg vanuit Centerparks Erperheide in Peer. We hebben vandaag weer fantastische gasten. En een van die gasten is mijn medepresentator Maurice. Maurice, wie heb jij als gast? Ik heb er zin in ieder geval, Wim. Ik heb uiteraard weer twee mensen uit de sport. Iemand die de Olympische Spelen mede op de kaart heeft gezet hier in Nederland als sportcommentator. Want dat deed er fantastisch. En dan heb ik het natuurlijk over Pierre Zende. Een andere topsporter die vandaag in beeld is, in ieder geval bij TV Limburg, is de zwemmer uit Melick die morgen voor het eerst in actie komt op de Olympische Spelen op de 100 meter vlinderslag. En dan hebben we het natuurlijk over Joeri Verlinden, een portret van Joeri. Fantastisch toch? Ja. En ik heb vandaag Hans Bos te gast. Dat is natuurlijk de programmamanager van de Stichting Wereldmuziek en Koers in Kerkrade. En u weet het, blaasmuziek, dat gaat mij in het hart. Daarnaast hebben we weer een fantastische Belgische zangeres, Lindsay, die mag ik weer interviewen. Heb jij weer even pech? En voordat het zover is, gaan we eerst even kijken naar een filmpje wat onze collega Patty van der Weert gemaakt heeft over Hasselt. Want Hasselt staat centraal vandaag. En Hasselt kennen we natuurlijk allemaal van de grote evenementen. We kennen natuurlijk allemaal Pukkelpop. We kennen de Geneverfeesten. Maar Hasselt heeft ook een bruisende binnenstad. En daar ging Patty op bezoek. Ze laat u genieten van de hoofdstad van de smaak. Welkom bij de Stad van de Dag. En we zijn vandaag te gast bij onze Belgische buren. En dan in de mooie stad Hasselt. En wat er in Hasselt allemaal te beleven valt, daar kom ik vandaag achter. Hallo Veerle. Hi Patty. Patty, hi. Ja, wij zijn vandaag te gast in Hasselt. En dan vraag ik me toch af wat er hier allemaal te beleven valt. Ja, Hasselt is ook gekend als hoofdstad van de smaak. Maar Hasselt is ook gekend als shoppingstad. En misschien weten heel veel Nederlanders dat wel al. En ik denk dat we gewoon wat gaan winkelen vandaag. Ja, dat klinkt wel heel gezellig. Dat is eigenlijk wat we allemaal heel graag doen, denk ik. Vrouwen toch, hè? Ja, vrouwen. Maar mannen toch ook wel? Sommigen. Maar ik had gedacht misschien, wat mogelijk is, dat je kan een smaakroute volgen. Mm-hmm. Hier staan hele leuke adresjes in. Winkels, restaurants. Tips. En elk jaar veranderen die weer. Dus elk jaar is het weer een nieuwe route. En anders kunnen we ook kijken als we aan het rondgaan zijn en we zien een leuk winkeltje, kunnen we nog altijd ergens binnenstappen. Nou, het klinkt alsof ik een hele leuke dag tegemoet ga. Ja, heb je visa-kaart bij? Ja hoor. Ja, okay. Komt allemaal goed. Kom Veerle, we gaan. Een van de oudste gebouwen nog in de stad. Oh. En dat is nu een apotheek. Het heet In het Zweert. Je ziet het ook, hè? Het zwaard hangt er ook. Ah ja, inderdaad. Ja. En het ziet er wel mooi uit. Ja, het is heel mooi. Het is binnen ook heel mooi gerestaureerd, maar daar kan je zo niet, je kan niet gaan kijken. Maar het is ook de aanduiding van de Kapelstraat. En de Kapelstraat hier is zo de straat met zo de duurdere shops, maar ook waar de modeontwerpers en zo zitten. Is dat bewust gedaan, van een apotheek dan in de straat met de duurdere shops voor de mannen die hoofdpijn krijgen van alle aankopen van de dames? Dat om even een paracetamolletje te halen? Misschien, ja. Zelf, ik heb er al niet bedacht, denk ik. Ja. Dit is een heel leuk adresje. Hier is nog de echte Hasselse speculaas op ambachtelijke wijze. Dat ziet er lekker uit. Ja. Hey, maar je kan wel zeggen dat die lekker is, maar dan wil ik hem ook proeven. Kom op, ik trakteer. Ja, dat is goed. Hallo. Goedemiddag. Ja, ze heeft me net verteld over echte heerlijke Hasseltse speculaas. Ja. Op ambachtelijke wijze, zei je net. En ja, ik wil hem dan ook proeven. Ik zei, oh, mogen we hem zo pakken? Ja, wat leuk. Ja. Dankjewel. En laat ik jullie smaken. Ja. Lekker, hè? Ja, hij is heel puur van smaak. Ook mag niet praten met volle mond, maar de speculaas van ons is heel hard. En dit is, ja, hoe moet ik zeggen? Ja, Hasselse speculaas, het is ook speculaas, niet speculoos, is dikker. Mm-hmm. Je voelt amandelen en je proeft ook veel meer de boter. Echt boter, hè? Je proeft echt de boter. Ik heb het idee alsof die veel gezonder is dan onze speculaas. Of is dat... Nee, maar je... Pijn voor het leven. Dat was wel heel lekker. Ja, oké. Ja, heerlijk.
Dit is ook weer zo'n typisch Belgisch merk. Maar wat maakt dit voor? Oh, dat is typisch Belgisch merk. Ja. Oké. Wel mooi. Stijlvolle tassen. Heel mooi. Ja, heel mooi. Nou, Veerle, jullie hebben wel allemaal etalages zien. Ik wil ook ergens naar binnen, hè? Ah, wel, dan heb ik hier een heel mooi adres. Ik denk dat je hier zeker iets gaat vinden wat je mooi vindt. Oké. Nou, dit ziet er erg leuk uit, moet ik zeggen. Ja. Nou. Dan moet ik beginnen, Veerle. Goh, ik zou zeggen, kijk rustig. Huh? Ja. Dan. Eén setje is al compleet. Nou, ik moet ergens mee beginnen. Voor deze. Veel ben je er klaar voor? Leuk, hè? Heel mooi. Ja, ik vind het heel erg leuk. Zo. Jeetje, bevalt me wel hier shoppen in Hasselt. Mooi. Ik vind het wel heel erg leuk, maar ik vind het zo jammer. Ik zou wel vaker willen winkelen in Hasselt, maar ik ben natuurlijk altijd werk overdag. We zijn in Hasselt elke eerste vrijdag van de maand open, tot 8 uur. En we krijgen ook nog eens een caravan mee. Oh, dat is helemaal een reden om terug te komen. Nog? Zo, Veerle, help je mij dragen? Ik denk dat het nodig is. En nu nog iets voor eronder, hè? Voor onder de kleren? Voor onder, hè? Oh, klinkt spannend. Goedemiddag mevrouw. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Wilt u even rondkijken? Nou, deze vind ik wel heel bijzonder mooi, maar was eigenlijk meer op zoek naar iets lichtere kleuren. Iets lichtere zomer. Nou, de nieuwste kleurtjes zijn eigenlijk wel blauw, ja, geel, paars. Die vind ik echt heel erg mooi, ja. Het is natuurlijk te zien waar u het graag onder draagt, maar... Nou, ik heb iets lichtblauw gekocht, dus dit zou dat heel is het goed modelletje. Kunnen. Maar ik heb nu even geen tijd om te passen, maar... Ja. Het is toch wel belangrijk dat u even past. Ja, doen jullie ook mee aan die avondactie? Zijn jullie ook 's avonds open? De eerste vrijdag van de maand zijn wij open, uiteraard. Dat is inderdaad heel fijn gezellig te weten. Kom samen met uw man, partner, glaasje. Maak er een gezellige avond van. Ja, het klinkt allemaal gezellig. Overal is er wat te drinken hier in Hasselt. Zeker, ja. Mooi, maar dan kom ik een ander keertje terug. Maar ik kijk nog heel even ook naar de badkleding. Zeker. Hey, wat vind je van deze? Voor de glitter en glamour moment op het strand. Mooi, hè? Bijpassende slippertjes. Mooi, mooi. Super mooi. Nou, dit is iets voor de avonden dat ik hoofdpijn heb. Toch? Oh, geen enkel probleem. We hebben een apotheek tegenover en als die hoofdpijn dan weg is, dan heb je iets veel plezanter. Dat is wel een hele goede tip. Patty, om nu eens even niet aan onszelf te denken, maar zijn de kindjes. We hebben hier een hele toffe Disney store, hè? Oh, maar deze is wel heel lief om mee te knuffelen. Maar wat kan ik hierboven dan allemaal verwachten? Speelgoed, allemaal Disney-items, beeldjes. Ja, we zullen gaan kijken. Maar eigenlijk is het ook leuk voor ons, niet alleen natuurlijk voor de kinderen. Ik ben ook nog wel een beetje een kind, hoor. Heb jij dat niet? Ik vind ze wel heel erg leuk allemaal, die dan ook. Maar deze neem ik mee. Ja, vind je die niet leuk voor je dochtertje dan, met die roze bril? Oh, die vind ik schattig. Ja, vind ik wel leuk. Absoluut.
Dag dames, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn van Nederland en jullie zien er al perfect leuk uit. Ja, we zijn gevonden. We zijn helemaal in de stemming, ja, inderdaad. Ik zie het. Maar het is een hele bijzondere, mooie winkel. Is dit niet een heel uniek concept? Zoals hij hier staat, inderdaad, is hij uniek. En vooral in Europa eigenlijk, want we zijn privé. En we proberen een mooie winkel te maken voor iedere fan van Disney en niet-Disney-fan. Dus, en ook vooral voor onze Nederlandse klanten. Want zoals u heeft de knuffels alvast, maar ik heb voor jullie een hele mooie speciale knuffel. Helemaal. Dus wij zoeken altijd ook leuke dingen voor onze klanten. En veel mensen uit Nederland komen. En ik denk dat deze speciaal voor jullie is, toch niet? Helemaal in de Nederlandse kleuren. Voilà, dank je wel. Dat kan je toch wel. Voilà, zo mijn hoort dag erbij. Kan niet meer stuk. Oké. Okay. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. Patty, ken je deze nog? Van de Muppet Show, ja. Hè, Lu? Mana, mana. Mana, mana. Oh, heerlijk zo. Nou, Veerle, ik ben goed geslaagd tot nu toe, maar ik kan niet thuiskomen zonder iets van mijn man gekocht te hebben. We hebben ook heel toffe zaken voor de mannen nog. Dit is bijvoorbeeld een heel toffe muppetje. Oké, nou, dan kom maar snel even kijken. Dit vind ik echt wel heel geschikt. Jasje erbij misschien? Ja. Nou ja, deze vind ik dan ook wel heel erg leuk. Ja, en zeker met zo'n sweater mee. Stoer en dan toch weer even net dat casual. Ja, leuk. Ik kan het niet laten om toch nog even voor mezelf te kijken. Wat vind je van deze? Kom Patty, terughangen. Moet er nog veel, hè? Ja, kom. Moet er nog heel veel. Ja. En veel dan heb ik mannenkleding, dameskleding, lingerie, alles wat ik maar zoek is te vinden in Hasselt. Maar sieraden. Oh, we zijn hier net in de straat waar allemaal juwelen ontwerpers zitten. Of een kunstgalerijtje. Ah ja. En ik zie er wel eens midden. Ja. Of kunnen we misschien eens binnen gaan kijken? Want die hebben wel hele toffe dingen hier. Ja, hele mooie dingen. Hallo. Dag. Nou mevrouw, ik ben echt een extra. Alles wat glitzert vind ik fantastisch. Heeft u daar ook iets moois voor? Nou, ik zie dat u iets mooi roze aan hebt. En ik heb heel mooie roze schitterende saffiertjes heeft hem al liggen. In deze ring. Mooi. De parel. Maar ziet er wel heel... Is dat niet lastig? Zo? Is dat u hem aan hebt, ziet hij er minder lastig uit. Al dat hem. Oh ja, inderdaad. Je voelt hem niet. Ja. Maar dit is een eigen ontwerp. Maar maken jullie nog meer verschillende soorten sieraden? Ja, alle sieraden die hier liggen. Die maken we, allee, ontwerpen eerst en maken we zelf. Audi maakt ontwerpen zoals u hier in deze boek ziet. Ja, dat zijn allemaal tekeningen die met de hand getekend zijn, met potlood en aquarel. Kan ik ook mijn wensen aangeven dat jullie daar iets moois van maken? Absoluut, we hebben wel onze stijl die we handhaven. Maar denk ik, elke vraag is voor de interpretatie vatbaar. Ja, mooi. Ja, dit zijn wel echt een hele bijzondere sieraden. Ze zijn iets experimenteler van vorm en van kleur als de traditionele gemaakte juwelen hiernaast in goud en edelstenen. De materialen lopen ook heel veel uit elkaar. Ja, want wat zijn dit voor materialen bijvoorbeeld? Dat is gewoon leer. Dat is leder. Hier hebben we kunststof, aluminium, glas, rubber, siliconen, emaille. Siliconen voor een ring? Ja, siliconen. Ah, ja, inderdaad. Ja. Lijkt me ook nog wel lekker zitten. Ja. Nou, met pijn in mijn hart geef ik de ring toch even terug. Want het is echt iets voor een gelegenheid, hè, om te dragen. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik moet nog wel een keer met mijn man terug. Ja, toch? Of stuur hem gewoon even langs. Dat is misschien ook een goeie. Ja. Dank je wel. Fijne dag nog. Dag. Het lijkt wel alsof ik midden in Saint-Tropez zit. Nee. Dit is echt zo'n loungebar. Zou ik niet 1, 2, 3 verwachten midden in de stad? Nee, maar dat is eigenlijk gewoon een leuk ding voor in de zomer ook. Wat we opgestart is ook heel nieuw. Die is kerstvers klaar. En hier willen we eigenlijk inderdaad het vakantiegevoel echt naar Hassel brengen. Een beetje van de stad dat hier ook evengoed kan meefeesten gelijk in Nice of Saint-Tropez of eender welk vakantieoord. Nou, ik kan me voorstellen dat je hier echt geslaagde avonden kan hebben. Maar dan heb ik de hele dag geshopt. Hier lekker een glaasje drank erbij. En dan? En dan kun je overnachten als je wilt. Ah. Ook alle hotels in Hasselt. Hasselhotel dus ook. We hebben een actie speciaal voor diegenen die Hasselt voor langere tijd willen bezoeken. Dus als jullie 2 nachten op rij boeken,
Dat mag donderdag en vrijdag zijn, op vrijdag op zaterdag. Dan is de kamer op vrijdag aan de helft van de prijs. En hoe lang loopt die actie dan? Eigenlijk elke vrijdag, zolang als Hospitality ook zal duren. Dus jaar in, jaar uit. Elke vrijdag, eerste vrijdag van de maand. Dat klinkt heel erg goed. Nou, wij waren vorig jaar al bij jullie te gast. En voor de mensen thuis om heel even een indruk te krijgen hoe mooi de kamers hier zijn, kijk maar even mee. Schitterende kamers. Nou, ik ben een stuk wijzer geworden, dankjewel. En Veerle ben ik kwijt. Waar is Veerle? Ach, daar zit ze al. Bedankt, hè. Veerle? Hi, Patty. Lekker hier, hè? Nou, kom even lekker bij je liggen, want het ziet er wel heel gezellig uit. Zalig hier, hè? We hebben de hele dag geshopt. Ja. Wat een heerlijke dag hebben wij gehad, hè? Ja. Lekker geshopt, alles wat je nodig hebt is hier te vinden. Ja. En uiteindelijk een lekkere borrel. Een lekker glaasje, goed mooie omgeving. Om te verblijven. Ja. Ja, je kan hier ook lekker overnachten. Nou, ik weet zeker dat ik wel eens vaker terugkom naar Hasselt, hoor. Ja, dat hoop ik toch. Zeker weten. Ja? Nou ja, daar drinken we op. Daar drinken we op. En tot volgende keer. Ja, Hasselt, dat is natuurlijk een prachtig plekje op de wereld. Maar in Nederlands Limburg hebben we natuurlijk ook prachtige plekjes. En een van die plekjes, dat is Kerkrade. En in Kerkrade, ja, daar bevindt zich natuurlijk maar één belangrijk evenement. Voor de blaasmuziek. Ja, ik weet, Hans, ik stoot je een beetje tegen de borst. Maar voor de blaasmuziek is dat natuurlijk het wereldmuziekconcours in Kerkrade te vergelijken met de Olympische Spelen die op dit moment plaatsvinden. Maar wat mensen misschien niet weten, dat op die Olympische Spelen in Londen niet zoveel deelnemers zijn dan aan de stichting Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, welkom. Op zich is dat heel fantastisch. Ja, dankjewel. Hans Bos, de meeste mensen kennen jou misschien nog als wethouder van Kerkrade, statenlid voor de PvdA. Ja, ook dat. Maar je bent sinds een jaar nu, iets langer precies, denk ik, ben jij programmamanager van de stichting Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Ja, laten we eens beginnen. Wat is dat precies, die functie programmamanager? Nou ja, eigenlijk is dat, we zeggen meestal zakelijk leider. Het is een beetje de persoon die de coördinatiepunt hoort te zijn tussen aan de ene kant beleid dat door het bestuur wordt uitgestippeld en aan de andere kant de uitvoering door de eigen organisatie en de vrijwilligers. Ja. Dus ik ben eigenlijk hoofdschakelaar, zeg maar. Ja, eigenlijk de man waar het op neerkomt, als het misgaat, komen ze naar jou toe. Waarschijnlijk wel. Dat gaat wel. Ja. Volgend jaar hebben we weer een nieuwe uitgave van het Wereldmuziekconcours. Ja. Maar er zijn misschien nog toch een paar mensen die niet weten wat dat precies is. Vertel het eens, wanneer is het precies begonnen? Nou, het Wereldmuziekconcours is eigenlijk gestart in 1951. We hebben vorig jaar ook een prachtig 60-jarig bestaan gevierd. Dat is eigenlijk begonnen naar aanleiding van het feit dat er na de oorlog behoefte stond aan een stukje verbroedering, ook aan een stukje banden opbouwen met elkaar. En natuurlijk lag een band met de bevrijders heel erg voor de hand. En daarnaast is een bekend gegeven dat mijn gebieden, daar is de blaasmuziek stevig vertegenwoordigd. Dus zo erg toevallig is het allemaal niet dat er twee kerkraadse harmonieën waren die een Engelse band hebben uitgenodigd in 1951 om samen te gaan concerteren. En dat was vanaf het eerste moment eigenlijk een groot succes. En dat was een groot succes omdat de vriendschappelijke band natuurlijk met die Engelsen daarbij absoluut wel een rol heeft gespeeld, maar ook omdat de gemeente en de gemeenschap zich daar stevig mee zijn gaan bemoeien. Waardoor dat eigenlijk een vliegende start heeft gekend, dat evenement. Ik heb zo'n vermoeden, Hans, dat die mijnwerkers die daar destijds mee begonnen zijn geen notie hadden dat ooit uitgegroeid zou zijn tot een mondiaal evenement. Ah, pas op, vergis je niet. Er was toch een forse ambitie, hoor. Het is ook al in 19, bij het eerstvolgende Wereldmuziekconcours al een heel fors evenement waar vele duizenden toeschouwers en heel veel deelnemers naartoe kwamen. Dus het is toch een evenement geweest dat niet langzaamaan is opgebouwd, maar eigenlijk met een vliegende start al vrij groot is geworden. Ja. Maar als we even wat cijfers mogen noemen. Hoeveel deelnemende landen hadden jullie in 2009, toen het laatste WNC is gehouden? In 2009 waren 34 deelnemende landen. Bijna 20.000 deelnemers. En dat zijn er inderdaad meer als op de Olympische Spelen vandaag de dag. Hadden we een kleine 150.000 betalende bezoekers. En in totaal zijn er
Meer dan 700.000 mensen in Kerkrade geweest bij gelegenheid van dat Wereldmuziekconcours. Dat zijn natuurlijk cijfers die tot de verbeelding spreken. Dat kost natuurlijk klauwen geld, om het zo maar even te zeggen. Ja, we weten, op kunst en cultuur wordt er enorm bespaard. Jullie hebben 2013, dus volgend jaar weer een nieuw Wereldmuziekconcours. Ja. Hoe gaan jullie dat financieren? Nou, er zijn natuurlijk de basis ligt er door de overheidsfinanciering. En daar is de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg en ook het Fonds voor Cultuurparticipatie vanuit het Rijk. Mm-hmm. De belangrijkste instellingen waar we eigenlijk op drijven, waar het gaat om de bedrijfsvoering, zeg maar. Maar vergeet even niet dat als je dan kijkt naar het jaar van het evenement zelf, dat er een enorm bedrag binnenkomt aan entreegelden die WMC dus zelf genereert. En aan sponsoring. Ook daar mogen we met name Limburgse bedrijven ontzettend dankbaar voor zijn. Die ons toch van keer op keer weten te helpen. In financiële zin onder de arm nemen. En ook daarbij, laten we zeggen, dingen mogelijk maken die je anders als WMC niet zou doen. Maar over wat voor budget praten we als we dan zeggen 2013... Wat hebben jullie nodig om het Wereldmuziekconcours te organiseren? In het festivaljaar is tussen 4 en 4,5 miljoen eigenlijk nodig. Dat zijn nogal bedragen. Ja, die hoes je niet zomaar op, hè? Nee, die hoes je niet zomaar op. Maar van de ene kant, 4 jaar lang subsidie moet ons in staat stellen om een zekere reserve op te bouwen. Dan krijg je dat vervolgens er sprake is van entreegelden die zo rond de 1,5 miljoen zitten. Vervolgens is er door de sponsorbijdragen en door het feit dat wij bijzondere activiteiten ondernemen, nog een forse inbreuk. Maar merken jullie iets met name ook in die sponsoractiviteiten van die recessie die algemeen... Nog niet. Laten we zeggen, we zijn op dit moment bezig om het sponsorgebeuren echt hard vorm te geven. Dat doen we natuurlijk met ervaringen op zak van afgelopen WMC's. Maar ook kijkend naar de wereld om ons heen zoals die zich nu voordoet. Ongetwijfeld zullen we daar een aantal problemen bij tegen gaan komen. Maar we komen gegarandeerd ook nog wel een aantal sponsoren tegen die heel graag bereid zijn om zo'n groot evenement ook te ondersteunen. Laten we dus naar de deelnemers pakken. We hebben de laatste Wereldmuziekconcours gehad dat korpsen helaas hadden moeten afzeggen omdat ze het geld niet bij elkaar kregen om deel te nemen. De inschrijftermijn is geopend. Hoe loopt dit? De inschrijftermijn is inderdaad geopend. We zijn dag 7 of 8 juli echt van start gegaan met de digitale inschrijvingen. Ik heb vanmorgen nog even gekeken. We hebben nu 40 deelnemers. Die zijn binnen. Uitsluitend afkomstig uit Duitsland en Nederland nog. Maar we weten gewoon uit alle contacten die we hebben gehad. We zijn afgelopen week een week lang in Singapore geweest om ons ook daar te presenteren en deelnemers te werven. Maar we weten uit alle contacten dat er nog heel veel deelnemers zullen volgen. En na de vakantieperiode zal dat echt gaan lopen. Een inschrijving loopt nog tot 1 december. Dus jullie hebben nog een ruime marge. Mag je al verklappen welke deelnemers uit het Limburgse alvast hebben ingeschreven? Nee, dat ga ik nog niet doen. Dat is ook denk ik goed om dat nog even niet te doen. Maar het vervaar van Elsel heeft al zelf bekendgegeven. Wij gaan deelnemen. Ja, er zijn een aantal korpsen die zich inderdaad hardop gemeld hebben. Dat mag duidelijk zijn. Maar ik ga geen korpsen tekort doen door het ene wel te noemen en het andere niet te noemen. En ik ken de lijst van Limburgse deelnemers nog niet uit mijn hoofd. Maar we willen natuurlijk graag toch weten of de een van de Harmonie van Torren gaat deelnemen. De Harmonie van IJzer gaat deelnemen. Ja, misschien maar wel allebei. Dat ga ik dan op dit moment nog even mag niet je nog niet? Dat is toch jammer. Ja. Even een kritiekpuntje wat ik de laatste jaren steeds heb gehoord. Het is te zeer op Kerkrade geënt. Moet Kerkrade wel het middelpunt blijven van de wereldmuziekconcoursen in de toekomst? Nou ja, kijk, ik snap de kritiek. WMC is zich zeer ervan bewust dat Kerkrade een belangrijke sponsor, subsidiënt is van dat evenement. Maar de provincie Limburg net zo hard. Daar ligt dus alle reden om het zeker niet tot Kerkrade te beperken. En dat doen we ook niet. Als ik even kijk waar we het nu over hebben in de programmering van een aantal activiteiten die wij als WMC organiseren, dan zijn wij even hard naar de omgeving Limburg-Uregio aan het kijken. Dat doen we zeker ook met het oog op Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. Als dat we naar Kerkrade zelf kijken. Maar kijk, het is wel een gegeven dat de wedstrijden het hart van het WMC vormen. Zowel de concertwedstrijden als de Mars & Show wedstrijden.
Die vormen het hart van wat Wereldmuziekconcours is. Die blijven in Kerkrade. En daar liggen de accommodaties voor in Kerkrade. Ja. Maar die zijn ook nergens anders te vinden. De Rode Hal is de enige hal van die aard die we in Limburg hebben. En daar zullen wij onze concertwedstrijden blijven doen. Net zoals het Parkstad Limburgstadion op dit moment de meest geëigende plek is om maar zijn showwedstrijden te doen. Heb ik wel gehoord dat Parkstad Limburgstadion voor de mensen in het land het Rode JC-stadion. Ja. Dat is enorm duur, dat weten we. Dat kost klauwen geld. Er zal sprake zijn dat jullie een weekend minder gaan organiseren van de Mars en showwedstrijden. Ja. Daar ligt zeker ook een relatie naar het kostenaspect. Het eerste weekend is ervaringsgewijs het weekend met de zwakste bezoekersaantallen. En door de wedstrijd wat verder te comprimeren in 3 weekenden, hopen wij dat we aan de ene kant ook vanaf het eerste weekend een volle stadion zullen realiseren. Maar er zit nog een ander interessant aspect aan. We gaan de wedstrijd wat verlaten in de dag. We gaan wat later beginnen en wat aan dagverlenging doen. En dat valt overigens mee. Overigens, dat zal niet betekenen dat die wedstrijden zich tot midden in de nacht in dat stadion gaan afspelen. Maar we denken wel dat door dat compacter te programmeren het interessanter wordt voor het publiek. Maar wat kost zo'n stadion als je dat een dag moet huren? Jullie moeten dat doen. Jullie zullen misschien een kwantumkorting krijgen omdat jullie 3 weekenden... Ja. Wat kost het huren van een stadion? We hebben op dit moment... We praten niet over een daghuur of zo of een middaghuur. Dat heeft geen zin. Maar we praten over de dagen die we nodig hebben. En dat zijn 3 opeenvolgende weekenden. En dan praat je over een bedrag dat toch boven een ton ligt. En dat is knap veel geld. Dat is een substantieel bedrag, zeker. Ja. Maar je moet het ook zo zien. En dat is wel ook de andere kant van diezelfde medaille. De verdiencapaciteit is ook groot. Dus het ligt ook aan onze programmering. En wij hopen dan ook op een fantastisch deelnemersveld om zoveel mogelijk toeschouwers ook weer naar dat stadion te trekken. Want dat is toch de kurk waar het WMC uiteindelijk op drijft. Ja. Een belangrijk punt is natuurlijk ook de vrijwilligers. Dan weten we in heel Limburg en ook buiten Limburg dat het vrijwilligersaantal neemt natuurlijk gigantisch af. Ontzettend belangrijk. De kurk waar het op drijft zijn natuurlijk ook de vrijwilligers bij de stichting. Naast, dat is helder. Naast het geld wat je nodig hebt om de dingen te kunnen doen die je moet doen, heb je zeker ook de menskracht nodig die dat doet. En het Wereldmuziekconcours mag zich gelukkig prijzen in het feit dat wij een enthousiast groep van vrijwilligers hebben. Waar we het ook het komend jaar voor een belangrijk deel van zullen moeten hebben. En we merken, dat is uiteraard zo, er is altijd verloop. WMC is een festival dat zich 1 keer in de 4 jaar voordoet. En dat betekent ook dat er verloop is in je vrijwilligersbestand. Dus we hebben ook altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. En wat mij verschrikkelijk positief opvalt is dat als ik in mijn eigen omgeving, maar dat geldt ook voor andere mensen, over het Wereldmuziekconcours begin, dat het niet zo moeilijk is om mensen over de streep te halen om daar ook een steentje aan bij te dragen in de letterlijke zin door hun handen uit de mouwen te steken. Ik heb blij en trots mee. Ik heb in het afgelopen jaar, toen de Wereldmuziekconcours 60-jarig bestaan heeft gevierd en een heel mooi event hebben neergezet, in mijn eigen omgeving gewoon het aantal mensen gevraagd, dat waren een kleine 25. Van die 25 hebben er misschien 2 of 3 nee gezegd. En die zijn ook beschikbaar voor 2013. We hebben een toegevoegd element aan het Wereldmuziekconcours in 2013, omdat we een specifiek aantal projecten op jeugd willen gaan richten. WMC Young Generation is even de werktitel. Daar hebben we een aparte groep als werkgroep voor geformeerd, uitsluitend bestaande uit jonge mensen. Die willen gaan werken voor het WMC om dat onderdeel tot een succes te maken. Ik ben ook echt zeker van dat dat gaat lukken met dit soort jonge enthousiastelingen. Nou Hans, daar komen we graag later op het jaar nog een keer op terug, als dat wat meer geconcretiseerd is nog steeds. Tot slot, heel belangrijk voor de mensen om nu te noteren in hun agenda's. Wanneer is het 17e Wereldmuziekconcours in 2013? Het 17e Wereldmuziekconcours gaat plaatsvinden vanaf 4 juli. Donderdag 4 juli is de opening, tot en met zondag 28 juli. De wedstrijden zijn geprogrammeerd in alle weekenden. In de Rode Hal zijn de concertwedstrijden in alle 4 de weekenden geprogrammeerd. En de Mars en Showwedstrijden zijn de laatste 3 weekenden geprogrammeerd in het stadion, in het Parkstad Limburgstadion. Hans, we danken je voor je komst. Ja, oké, geen dank. We gaan er nog op terugkomen. Graag gedaan. Een evenement wat zeer de moeite waard is natuurlijk. Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Maar wat nu volgt, is ook meer dan de moeite waard. Uw aandacht voor de Vlaamse slagerzangeres Lindsay. Ja, we zijn al een poos bij elkaar. Toch staat hij elke dag voor me klaar. Oh, ik vind hem nog steeds heel erg lief. Hij blijft altijd op mijn hart.
morgens vroeg een ontbijtje op bed. Elke dag hebben wij dolle pret. S'avonds neemt hij een bloemetje mee. En dan maakt hij een heerlijk diner. Maar soms heeft hij opeens weer zo'n bui. En dan moet hij er eventjes uit. Ik laat hem dan vrij. Ze heeft niks te veel gezegd over Lindsay en zingen kan ze ook nog. Hier aan tafel een van de mensen die de Olympische sport voorzien van zijn commentaar bij ons in de huiskamer bracht. Een voorbeeld voor velen, onder andere voor mij. Hartelijk welkom, Pierre Zende. Graag gedaan. Pierre, ik lees heel even voor, want bij je afscheid werd gezegd: Zende bracht sport dichter bij de mensen. Met dat statement wil ik beginnen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben natuurlijk leraar en ik heb geprobeerd eigenlijk bij die uitzendingen toch de mensen iets duidelijk te maken. Want judo is een gecompliceerde sport. Gewichtheffen is het makkelijkste. Worstelen is ook gecompliceerd. Gewichtheffen is, het gaat omhoog of het gaat niet omhoog. Bij judo, ja, want jij deed vooral de vechtsport. Vechtsport, ja. Judo is wat dan gaat gecompliceerd. Ik vertelde wel de naam van een worp, wat dan ook en zo. Maar ook waarom die lukt en waarom die niet lukt. Dat is gewoon het onderwijs eigenlijk. Maar je moet niet te veel belerend zijn, want dat is ook niet leuk voor de mensen. Dus ik moest dat verkappen en ik moest het eigenlijk brengen naar de mensen dat ze het snapten. En daarom vroeg ik ook altijd bij de slow motion zo langzaam mogelijk. 50%, dat was voor mij het maximum. En zij wilden graag naar 60 of zo. Maar nee, in die herhalingen, daar kon je uitleggen van, doordat hij bijstapt, staat hij beter dan de ander en valt de tegenstander. En dat vond ik boeiend. En het leukste vond ik ook altijd de live wedstrijden. Alles wat op je afkomt, zo, dat vond ik heel leuk. Het onverwachte, ja, dat vond ik leuk. En ik kon die worpen benoemen, omdat je een docent bent natuurlijk. Ja, die worpen, want je zegt ze nou, maar het zijn vaak Japanse namen van die worpen, ja, die jij dan even de huiskamer ingooit. Ja. En vervolgens is wat je zegt in de herhaling heel duidelijk maakt wat je precies bedoelde. Ja, ja. Dan kon je die namen natuurlijk uitleggen, ja, maar ook dan kon je zeggen, doordat die bijhinkt of de benen breed heeft staan of overpakt met iets of zo, lukt die worp. Ja. En dan heb je de mensen thuis over het algemeen een soort aha-erlevenis van, ja, weet je wel, dat zie ik ook. Nou, weet je wel, zo, ja, op die manier, dat je het kunt duidelijk maken, maar niet te belerend, hè, dat mag ook weer niet. Weet ja, wel. Zeker in deze tijd niet meer, denk ik. Maar hoeveel Olympische Spelen heb jij meegemaakt? 9. Negen? Ja. En als ik het goed heb, 7 ter plekke? 7 ter plekke, ja. Moskou, ik studeerde toen en toen heb ik tegen mijn baas gezegd van, laat mij maar hier. Daar heb ik wel hier, vanuit studio in Hilversum, ja, ja. En toen zijn we gaan wonen, we hebben een maand een huisje gehuurd in Zandvoort. Mijn vrouw kwam uit Haarlem, ja, en dan konden de kinderen ook spelen daar op het strand en zoiets samen. Dus je kon je dat combineren. En wat zijn nou de mooiste herinneringen, de beste momenten, de gekste, ja, momenten? Want ik weet, ik zal één voorzet geven. Je bent begonnen
in 1972 met de Olympische Spelen. Ja. Dan, ja, dat was de Olympische Spelen een van drama. München met dat ja. drama. Goed georganiseerd, geweldig. Voor de eerste keer kwam er iets van computers en zo. Dat begon een klein beetje, weet je wel. Want normaal gesproken, voor die tijd en ook daarna nog, je moest alles zelf uitvinden. Mensen denken wel eens als commentator, dat krijg je op een dienblad van de NOS of wat. Nee, dat moet je allemaal zelf doen, van al die sporten. En daar begon het een klein beetje. En dan krijg je in één keer die overval van die Palestijnen. Ja. En niemand wist goed wat je moest gaan doen. We hebben daar ook in het perscentrum gelegen en gezeten met dubbel zoveel mensen als normaal. Normaal werkt de helft. Ja. Maar dan, iedereen was daar en keek naar die monitoren wat er ging gebeuren. Gaan ze door of niet? Het is achteraf duidelijk geworden dat heel lang onduidelijk was wat nou precies de impact was geweest van die aanslag. Hè? Ja. Ja, maar niemand was eigenlijk goed op de hoogte en zo. Want heel veel mensen dachten ook dat het niet meer doorging. En Brundage zei dan in het stadion op een gegeven moment, the games must go on. Maar dan had je dus een hele spatie daartussen. En ik weet het goed, ik deed voor Kees Buurman. En er was radio deed ik overdag en s'avonds televisie. Ja, als je er toch bent kun je ook maar lekker doorwerken. En vroeg ik aan Kees Buurman, hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik na zo'n overval nou een winnaar benoemen? Ja. Hoe moet dat? Moet in het judo Wim Ruska toen. Dat, ja, hoe moet je het? Hij zegt, doe het maar niet te overdreven. Doe het maar een beetje onderkoeld. Maar dat is moeilijk. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Begrijp je? Dus dan moet je zeggen van, hij wint goud. Ja. Dat is ook een beetje raar. Lijkt me heel raar. Zeker als Ruska zo goed toen. En in het wielrennen toen Henny Kuiper. Ja? Dat is toch allemaal een beetje onderbelicht gebleven. Heeft toch iets aan waarde van hun prestatie afgehaald. Is ook zo. Maar je moet je ook voorstellen, er zijn genoeg mensen die hebben Wim Ruska het kwalijk genomen, dus dat hij die tweede wedstrijd of die tweede categorie meedeed. Nou, ik heb de voorbereidingen meegemaakt met Anton Geesink. Ik was zijn assistent. Jij was assistent van Anton Geesink? Van Anton Geesink. Kijk. Ja. Hij kon zelf ook een klein beetje judo, die man. Ja, heel kon erg. Het wel een beetje. En die leidde, laten we zo zeggen, die leidde dan Wim Ruska naar zo'n kampioenschap toe. En op een gegeven moment, Wim Ruska wilde natuurlijk Anton Geesink even daar. Dat gaat niet. Ja, als je eentje de eerste op de maan is, zeg ik altijd en zo, die weten, die kennen we. De tweede en de derde en de tiende, ja, dat maakt niet zo uit. Maar nooit meer is iemand de eerste, alleen die. Ja. En Anton Geesink was in 1961, dat weten de meeste mensen wel, wereldkampioen in Parijs. De eerste niet-Japanner. Ja. Nou, Wim Ruska, die was zeer getalenteerd. Zeker zoals Anton, maar een andere judoka natuurlijk ook wel. Maar die wilde iets neerzetten wat daarop leek. Of wat misschien beter was. En dan kun je hem niet kwalijk nemen dat hij natuurlijk zo lang getraind heeft. En dan die tweede categorie laat schieten. Alle categorieën. En dat heeft hij gedaan. En Nederland is natuurlijk altijd als de kippen erbij om alles af te kraken. En toen is hij in de pers natuurlijk ook heel op Schiphol was bijna niemand toen hij eraan kwam. En terwijl de hele wereld doorjuurde op een paar mensen na. Weet je, alle toppers waren er gewoon. Ja, je kan de mensen, de topsporters, toch niet kwalijk nemen dat ze leven 6 jaar voor die Olympische Spelen, bijna 4 tot 6 jaar, ja. In een tunnel. Ja. Helemaal gefocust puur op hun eigen sport. Dat ze zich in één keer dat weg kunnen cijferen en zich openstellen voor de hele wereld. Ja. Dat lijkt me iets te veel gevraagd. Ja, en vooral ook wat andere mensen voorschrijven. Iedereen weet het dan stukken beter. En iedereen, ook in de politiek, die zeggen dat had hij niet moeten doen of wat dan ook en zo. Terwijl ze daar helemaal niks, geen verstand van hebben. Begrijp je? Die mensen hebben zo getraind. En die hadden geen boterham, hè. Anton Geesink ook. En al die andere judoka's. Martin Poglaje, de gebroeders Snijders. Doordat ze judo, dan konden ze daarna misschien een functie krijgen hier of daar. Wat ook vaak gebeurd is. Want met die judo-wedstrijden verdien je helemaal niks. Nul. En dat was toen ook niet het NOC die een auto gaf of wat dan ook. Nee. Allemaal schnabbelwerk. Die gaf wat en die gaf wat. Het was water en brood eigenlijk. Totdat je kampioen werd. De echte spelen nog, zeg ik dan. De echte, waarvan ze gemaakt zijn. Ja. Wat zijn jouw verdere hoogtepunten of opmerkelijkheden? Want dat moeten gigantische verhalen zijn. Ja. Solomon Oglu, die gewichtheffer, die kennen we allemaal nog. Die, je weet, bij het gewichtheffen wordt de halter geladen. Daar gaat nooit een schijf af. Ja, daar gaat een schijf af en dan komt een zwaardere aan. Ja. Dus die Solomon Oglu, die werd Olympisch kampioen. Maar hoe? Die laat iedereen trekken en stoten. Die zit aan de kant zo. Dat heb ik nooit van zijn leven gezien. En ook nooit meer daarna. Want
Dus laten we zo zeggen, 175 kilo is de laatste persoon. Dan zegt hij, doe er maar 10 bij. Hup, en word Olympisch kampioen met één trek of één stoot, weet je wel. Dus hij heeft iedereen laten uitrazen en toen 10 kilo erbovenop. Juist, ja. Maar de normale wedstrijden, die zijn zo van, nou doe ik eentje tussendoor of zo. Ja. Nee, iedereen was klaar. Iedereen was klaar. Ja, en dat zijn dus dingen die... En welke Olympische Spelen waren dat? Seoul volgens mij. Seoul, 88. 88. Ja. Ja, of Barcelona, 92. Maar hij is twee keer Olympisch kampioen geworden. Twee keer achter elkaar. Maar heel bijzonder iemand. Maar ik had een prachtig... Dat vond ik wel leuk, want ik verzamelde... Ik had altijd een verhuisdoos bij mij thuis staan. En een jaar van tevoren, of anderhalve jaar van tevoren, knipte ik alle krantenstukken eruit. En die gooide ik in die doos. Daar deed ik verder nog niks mee. En hoe verder dat de Olympische Spelen kwamen, haalde ik het spul eruit. Gooi ik dat weg en had ik de papieren. Maar een mooi artikel stond in de Sports Illustrated uit Amerika over die Solomonoglu. Die gewichtheffer. En er waren misschien 6 pagina's of zo. En daar stond onder andere in dat hij de onderarm even lang was als zijn bovenarm. En dat was heel bijzonder. Dat is heel raar. Dat is echt raar. Normaal is dat... Maar daar kon ik dan ook over vertellen in de uitzending, weet je. Heb jij dan ook persoonlijk contact met die sporters? Kennen ze jou allemaal? De Nederlanders dan in ieder geval? Ja, de Nederlandse judoka's wel. Maar ik wil je nog vertellen bij het gewicht. Ik stiekem, ik had zo'n kaart om voor in 6 venues of zo naar binnen te kunnen. Maar ik was naar de trainingsruimte gegaan. Zo stiekem, weet je wel. En dan zag ik die Solomonoglu. Maar ik was er misschien 5 minuten. Er komt een meneer die zegt van, mag ik die kaart even zien? Eruit, weet je wel, weg geweest. Maar hij is in Maastricht geweest. Solomonoglu? Ja. Daar met hem gesproken en de West heeft opnames van gemaakt. Bij de gewichtheffclub van Maastricht. Ja. In de Geuselt. Die hadden daar zo'n afdeling met halters en zo. Dat is wel leuk. Een hele simpele, hele aardige jongen. En die... hij is zo uitzonderlijk. Maar had je op die Olympische Spelen dan ook contact met de Nederlandse sporters en eventueel de buitenlanders? Nee. Was dat puur de journalisten onder elkaar? Hoe werkt dat? Je komt er niet bij. Je hebt dus een mixed zone. Je komt er echt nu, niet bij. Vroeger was het ook niet. Nu kun je over een hek iemand interviewen of wat dan ook en zo. Maar je komt er niet echt bij. Je komt ook niet in het Olympisch dorp. Daar kom je niet binnen. Of met bepaalde toestemming of wat dan ook of zo. Dat is allemaal afgesloten. Dat is, je komt er echt niet bij. Je kunt alleen bellen met ze. En je kunt... nu heb je dan die telefoontjes een stukje makkelijker. En je kunt met coaches praten. Ja. Dus dat gaat wel ietsje makkelijker. Ja. Hoe ben jij in dat vak gerold? Want volgens mij was jij vooral thuis dus in het judo. En hebben ze je gewoon op een gegeven moment gevraagd en voor de leeuwen gegooid. Als ik goed... De Bob Spaak, dat was de baas van Studio Sport. Of dat heette misschien iets anders toen of zo. Het grote voorbeeld van Mark Smeets lees ik in al zijn boeken. In 1968. Ja. Frans Henrichs, die kwam vaak bij Anton Geesink en ik trainde daar. Ik heb ook les gegeven bij Anton Geesink 2 jaar toen ik op het CIOS zat. Want hij was mijn docent geworden na de wereldkampioenschappen. Okay. Op het CIOS dan. Ja. Hè? En toen zei Frans Henrichs, ik word helemaal gek van de judebond, want die wil alleen maar dat ik reclame maak. En reclame, daar ben ik het ook mee eens, maakt de sport. Maar een commentator of een journalist die maakt geen reclame, dat doet de sport zelf. Dus die had er geen zin meer in. En toen belde Bob Spaak of ik judo wilde doen. Ik zeg, ik wil het wel proberen. En toen zei ik, wanneer? Hij zei, zaterdag. Weet je, toen ben ik begonnen. Helemaal geen les gehad of helemaal niks en zo. En dat was in 68. En in 70 zei hij, ik heb je geaccrediteerd voor München. En dan was het stil aan de andere kant van de lijn. Maar ik begreep de impact daar niet van. Begrijp je? Als mensen naar de Olympische Spelen mogen, dan steken ze de vlag uit. Maar ik denk, dat is leuk of dat zal wel. En toen belde hij een tijdje daarna op of ik ook het worstelen wilde doen. Want dat wilde Frans Henrichs ook niet meer. En dan ben ik op eigen houtje naar Katowice gegaan in Polen. Naar de Europese kampioenschappen kijken. Zelf, hè? Als voorbereiding. Als voorbereiding. Ja. Maar heel dom was dat, want ik kwam daar. Ik zeg, ik ben Pierre Zender van de NWS. Die pakken een lijst en die zeggen van, staat er niet op. Want we deden er niks.
Wij deden dat niks. Ik ging op mijn eigen houtje daar naartoe. Ik heb het ook zelf betaald. Dus gelukkig zo mijn vrouw zegt van ja, ik zeg, het is voorbereiding voor de Olympische Spelen. Ja. Maar als ik Bob Spaak of iemand anders had gebeld en ik zeg ik wil er graag naartoe, hadden ze de reis betaald, hadden ze geaccrediteerd en noem het dan maar op. En zo. Maar zo ben ik bij het worstelen terechtgekomen en toen heb ik ook het gewicht even gekregen. En dan moet je dan nader aan taekwondo. En dan moet je dan inlezen. Je moet dus gaan kijken naar trainingen en met mensen praten en zo. Ja. Pierre, wat heeft dat jou gebracht? En ik bedoel niet in geld of zo, maar wat, 9 Olympische Spelen, wat heeft dat jou gebracht? Nou, het is een hele boeiende tijd. Want het is in die tussenliggende tijd doe je natuurlijk de Nederlandse, Europese en wereldkampioenschappen. Ja. Van de meeste sporten die je dan doet. Hè. En het waren natuurlijk boeiende tijden. Allemaal zeer verschillend. Atlanta was een slechte. De laatste was Athene. Athene, 2004. 2004, 96. 2004, Athene. 2004. Zo. Dat is echt een lange tijd. Ja, dat is een lange tijd. Dus, mensen hebben er ook echt aan moeten wennen dat het commentaar bij het judo in één keer van iemand anders kwam. Ja, dat zeg jij, maar dat kan ik niet beoordelen. Nou, dat zeg ik niet alleen, maar... Ja. Maar, dat kan ook natuurlijk. Kijk, maar, Kees Jonkin. Het geeft toch wel een bepaalde rijkdom als je zoveel ervaring in je rugzak hebt. En ik denk ook een leerschool voor het leven, zo'n topsport en de ontwikkeling daarvan meemaakt. Ja, dat je, het is natuurlijk heel Olympische Spelen zijn zo bijzonder dat... waarom zijn ze zo bijzonder? Omdat je alle disciplines bij elkaar hebt. Kijk, als ik naar de wereldkampioenschappen voetbal ga, of judo, of zwemmen, zie je allemaal zwemmers, allemaal judoka's, of voetballers. Maar dit is alles door elkaar. Je komt mensen tegen van 2 meter 10. Dan denk je, wow, bestaat dat ook? Je komt er, die is 1 meter 50 breed of zo. Super zo groot, weet je wel. Worstelaars. Ja. Uit die landen. En dat maakt het heel, heel erg boeiend. En dat je daar zo kort bij mag zijn. Eigenlijk bijna toch overal doorheen loopt en zo. Ja, dat is natuurlijk een enorme verrijking. En dan moet je ook... De voorbereiding voor 68 natuurlijk was... Met Anton Geesink, Wim Ruska, de Snijders. De meest boeiende tijd die we gehad hebben van de judo. Want het was het begin, de strijd naar niet-Japans wereldkampioen worden. Begrijp je? Ja, Nederland heeft de deur geopend voor alle andere landen die bijna een wereldkampioen... Om Japan te kunnen verslaan. Ja. Iedereen dacht ook van, oh, dat gaat dus. Ja. Zo gaat het dus. Hey, de Nederlanders op de Olympische Spelen, de judoka's. Hebben we kans? Dex Elmond staat vanavond in de halve finale, hoor ik net van mijn vrouw. Ja, gisteren was dat, hè, bij de uitzending. Oké, gisteren. Gisteren, en we hebben nog... Edith Bos hebben we. Bij de mannen hebben we nog die altijd een aanval gaat. Die geblesseerd was, hoe heet die? Henk Grol, die bedoelde ik goed. Die bedoel je. Ja. Je moet geluk hebben met de loting en zo, maar het is een kans hebben. Het is absoluut iemand die kan winnen. Ja. Die kan winnen. Je volgt dat nou ook op de voet? Als ik thuis ben. Hè. Ik ga er niet... Want ik krijg vierkante ogen als je alles wilt bekijken. Hè. Want zwemmen vind ik leuk. En voetbal vind ik... En wielrennen vond ik ook leuk. Kijk. En je hebt het sowieso... Je hebt genoeg te doen. Want je zit niet stil na je carrière als commentaar. Je hebt nog steeds hotels, sportscholen, zwembaden. Ja, in het Maastrichtse. Je bent nog zaakwaarnemer van zoon Boudewijn. Ja. Ben ik wel benieuwd naar. Hoe is de staat? Want Boudewijn heeft officieel nog geen afscheid genomen. Nee. Nou, ik hoop dat dat nooit ook gebeurt. Want als hij nu geen club vindt, dan... Maar hij wil echt nog eigenlijk het liefst... hij is analist bij de NOS, treedt in de voetsporen van Pa, zeg ik al. Ja, en ook in Londen zit hij vaak bij Al Jazeera en Sky en ook Sport 1. Maar hij traint 6 dagen per week. Met de bal ook. Vanmorgen zag ik hem met de bal de deur uit gaan. Ik hoorde uit betrouwbare bron dat hij op de fiets, met de fietskar ballen achterin en dan op het veld van Jeker iedere dag nog even treedt. Ja, niet elke dag met de bal, maar hij wisselt het af met hardlopen. En ik fiets wel eens met hem mee. En dan hou ik hem niet bij. Zeker tussen het Pietersberg op niet. Hij traint heel hard, maar op een gegeven moment natuurlijk houdt hij het ook op en zo. Ja. Dus hij wordt nu... Laatste club was Sunderland. Daarna belangstelling van Celtic, waar hij heel even is geweest. Ja. En Blackburn. Ja, maar die Celtic ook. Die trainer zegt tot maandag. Ze gaan naar huis, lekker een weekendje zo. En het bestuur houdt het tegen. Maar de trainer lag niet goed bij het bestuur. En bij Sunderland, daar kon hij bijtekenen.
Maar die training van die man vond hij niet leuk. Weet je, die man had, hij had er helemaal niks mee. Helemaal geen enkel probleem mee. Maar die trainingen die stelden niks voor. Ik heb één keer gezien bij de contractondertekeningen, waar ze daar bezig. We zaten heel hoog boven in de bestuurskamer. Hè. Maar die trainer die op een gegeven moment liep die naar binnen, kwam die naar buiten met de hond achter die bal aan. Waar ze het afwerken op het doel. Ja, dit klopt toch een mens. Ja, en Boudewijn zit natuurlijk in de situatie, het moet niet meer. Nee, precies. Graag, maar nee, precies. Niks moet. Zo is dat. Zo ja. is dat. En ze hebben pas een baby op 6 januari. Ja. Dus Fysie had opa voor de zoveelste keer. Ja, voor de vijfde keer. Maar als je het verleden jaar, dus in de herfst, toen pushte hij het ook niet zozeer om natuurlijk een club te vinden. Want zijn vrouw was zwanger. En waar moet je dan, laten we zo zeggen, het kind ter wereld brengen? Dat weet je, dat is dan ook een beetje vreemd. Dus liever in Maastricht. Maar Boudewijn met zijn status, wat hij allemaal bereikt heeft. Want dat is toch nog wat. Dat is ongelooflijk hoeveel halve finales op internationale toernooien die al gespeeld. Volgens mij WK 98 was hij erbij, 2000. Ja, ja. Halve finale was hij erbij. Champions League finale. Ja, noem maar op. Zo iemand verdient een fantastische afscheidswedstrijd. Ja, en hoe langer hij nou wacht met officieel afscheid nemen, des te moeilijker lijkt me dat worden. Ja. Ja, de vraag is, waar moet je dat doen? Ja. Nou, een mix van alle ploegen waar ik speel. En dan in Nederland. Mix, ja. In Nederland of zo, ja. Zou best leuk zijn. Want pas is hij geweest in Portugal bij Figo. Figo had een benefietwedstrijd met hele grote voetballers. En daar wordt hij ook uitgenodigd. Ja. Dat is wel leuk. Ja, hartstikke leuk. Je hebt hier nog een dochter die eigenlijk ook wel een beetje in de voetsporen aan het trainen is. Af en toe als sidekick bij Boulevard. Hè? Ja, je zegt het goed. Hè? Een klein beetje. Zo. Charlotte Sophie. Ja, zij... Jolante hebben ze een keer gehad, geloof ik. En Sylvie hebben ze gehad. Die hebben Charlotte Sophie gevraagd. Ja, dus, voor de kijkers thuis. Charlotte Sophie, de dochter van Pierre, is de echtgenote van Johnny Heitinga, speler van het Nederlands elftal. Ja, ik vond dus dat ze het verkeerd hadden, een beetje verkeerd hebben aangekondigd. Zeggen ze, er zit een voetbaldeskundige. Nou, ja. Ik vind dat je dat anders zou moeten. Voetbaldeskundigen zijn analisten, oud-voetballers, trainers en noem het maar op. Die hebben het hele land zit er vol van. Maar zij had natuurlijk, en dat is ook gebeurd, zij kan vertellen wat een vrouw meemaakt eigenlijk met twee kinderen tijdens zo'n toernooi. Ja. En daar kun je genoeg over vertellen. Ga je er naartoe? Waarom ga je er niet naartoe? En noem die dingen allemaal maar op. Maar je moet niet zeggen dat ze voetbaldeskundige is. Ja, ze is wel opgegroeid in een min of meer een voetbalfamilie. Ja. Maar... En dan krijg je dus achteraf via bepaalde media het verwijt dat via jouw dochter en Johnny het lek was bij het Nederlands elftal. Belachelijk gewoon. Het zo, ja. Interesseert Charlotte Sophie dat helemaal niet. Hè? Het interesseert haar dat alleen lijkt maar... Mij ook. Maar het interesseert haar alleen maar of John speelt en goed speelt of slecht speelt en zo. Zo kijkt ze er ook naar. Maar niet om... En ze wist ook wel wat haar functie was daar bij Boulevard. En Boulevard heeft een onderzoek gedaan en die heeft kunnen zien dat voordat die uitzending begon of voordat iemand maar wat had kunnen vertellen, stond er op internet. Ja. De opstelling. Ja. Dus en ik heb mensen gesproken die zaten op de tribune daar, waar Oekraïne. En die hoorde een voetbalmakelaar zeggen, die speelt niet en die speelt niet en die wel en die wel. Dus dan kun je zeggen van, dat komt van een speler van het Nederlands elftal. Ja, ja, dat is duidelijk. Maar we zullen maar niet zeggen wie het is, maar. Nee, wil je niet? Nee, joh. Nee, ik denk, anders hebben wij een keer. Nee, gewoon, maar ik wil maar zeggen, zo zou het gebeurd kunnen zijn. Je kunt het niet bewijzen. Maar die man die op die tribune zit daar zo, die is niet in de kleedkamer, begrijp je? Nee, die maar moet dan doorkrijgen. Zou Bert van Marwijk volgens dezelfde bronnen ook gezegd hebben, nooit meer Heitinga. Nou, van Marwijk is zelf weg. Dat lijkt me ook onzin verhaal, of niet? Ja, maar daar moet je toch eerst een onderzoek doen of dat van Heitinga komt. En John zal dat nooit doen. John vindt het winnen veel te belangrijk. Die zal dat ook nooit doen. Nee, ik kan me dan staat maar helemaal waar niet. Verloren wordt, worden zondagsbokken. Ja, maar het is ook natuurlijk een heel raar programma. Het is entertainment. Iedereen wordt voor gek gezet. Er zijn genoeg mensen die willen absoluut niet in dat programma zitten. Omdat ze bij voorbaat al voor gek worden gezet en zo. Want het is alleen maar scoren over de rug van andere mensen. En dat natuurlijk is geen stijl. Dat is het maar goedkoopste. Blijkbaar, Pierre, is er wel een markt voor. Ik moet zeggen, ik ben een van degenen die graag keken tot voor de EK. Ik vind dat ze een beetje doorgeslagen zijn. Maar voetbal is toch entertainment? Ja, maar ik vind altijd... humor moet je maken ten koste van jezelf. En niet van over de rug van een ander. Dat vind ik heel goedkoop.
Daar kan ik me wel redelijk in vinden. Daar heb ik ook nooit moeite mee. Heel even, als jouw schoonzoon John op bezoek is en het is zomer aan de barbecue en hij trekt dat shirt uit. Nooit de neiging om tegen hem te zeggen, John, dat is genoeg. Dat doet je meer, hoeft niet meer. Oh, ja, nou, onze familie is er niet zo voor, maar dat moet iedereen zelf weten, weet je wel. Zo, ja. Het is ergens in die voetbalwereld, dat is. Je hoort er blijkbaar niemand bij als er niks op plakt. Ik moet zeggen, het is niet te uitbundig en zo. Wesley, die houdt er veel meer van en zo, ja. Dat staat helemaal vol. En er komt nog van alles bij. Dus het is niet onze stijl, maar dat moet iedereen zelf weten. Daar kun je toch niks aan doen. Ja, ik had hetzelfde gevoel als jij, dus ik denk, ik noem het heel even, misschien dat meer mensen... Ja. Ja, maar waardoor komt het? Ze steken elkaar misschien aan. Ik denk het ook. Ik vond het ontzettend leuk en ik ben ontzettend trots dat je hier als gast aanwezig wilde zijn bij ons. Wij kunnen nog uren doorpraten volgens mij over zorg. Ik hoop dat we dat ooit ook hier aan deze tafel nog doen. Ik bedank je voor de komst. En een van de sporten die Pierre Zende volgt op de Olympische Spelen is het zwemmen. En een van onze talentvolste zwemmers is Jurie Verlinde uit Melick, die morgen voor de eerste keer in actie komt op de 100 meter vlinderslag. Een portret van Jurie Verlinde. Piepjong was Jurie Verlinde toen hij voor het eerst in het water lag. En het water bleek een kameraad. Hij behaalde zijn zwemdiploma's en werd wedstrijdzwemmer. De eerste jaren vol overgave in Roermond, daarna vertrok hij naar het zwembalhalla in Eindhoven. Maar hij koos uiteindelijk voor een verblijf in Amsterdam en dat bevalt goed. Ik ben hier nu langer dan een jaar en ik kan echt wel zeggen dat dit de beste keuze was die nodig was. En ik zit hier op mijn plek en ik draai hier iedere dag lekkere trainingen en het gaat gewoon heel goed. Ook heel belangrijk, want je werkt toen naar één ultiem doel en dat is Londen, klaar. Ja, klopt. Het hele seizoen is toegespitst op Londen 2012, de Olympische Spelen. En vorig seizoen was een op maat daar naartoe. Niet helemaal volgens plan zoals ik het graag wilde. Een paar kleine foutjes gemaakt. Maar ik denk dat we dit jaar weer goed zijn begonnen en volgende week weer een mooie stap kunnen maken. Kun jij uitleggen in een paar woorden hoe belangrijk 2012 voor jou is? Ja, ik heb in 2008 de Spelen gemist. En dat vond ik wel heel vervelend. En de Olympische Spelen zijn eigenlijk voor een sporter en voor een zwemmer het belangrijkste, mooiste toernooi wat er is. En ik heb het toen op 100ste gemist en ik wil heel graag meedoen. En weet je, als ik meedoe, dan wil ik ook gewoon iets heel bijzonders laten zien. Nou, die kans die krijgt hij. De vlinderslagspecialist gaat voor goud in Londen, waarbij het allerbelangrijkste is dat hij op het juiste moment naar die piek toe werkt. En dat is een van de moeilijkste dingen in de zwemsport. Kijk, het is een kwestie van goed aanvoelen en wat heb je op het juiste moment nodig. En ik denk dat het in aanloop naar Shanghai is dat misschien niet helemaal goed gegaan. Het was de eerste echte internationale toernooi van Martin en mij. Dus Martin met mijn coach. En ja, daar moet je een beetje mee leren spelen. En we hebben daarna een goede evaluatie gehad. En er bleek ook een aantal mentale dingen bij mij niet helemaal te kloppen. En dat hebben we aangepakt en zo zijn we verder gegaan. Wordt het mentale aspect niet heel vaak onderschat? Ja, ik denk het wel. En het is echt heel belangrijk dat als je de finale gaat zwemmen, dat je jezelf niet onderschat ten opzichte van je concurrenten. Je staat daar met 8 man en iedereen heeft evenveel kans op een hele goede prestatie. En als je dat eenmaal beseft en dat je bij je eigen taak blijft, ja, dan kun je tot een heel mooi resultaat komen. En ik denk dat ik daar mezelf behoorlijk heb laten kennen en dat echt in Shanghai niet helemaal goed is gegaan. Alleen al het feit dat hij daarvan doordrongen is, geeft aan dat de sportman Jurie Verlinde is gegroeid. Juist ook in mentaal opzicht. Ja, helaas heb ik het inderdaad zo moeten ervaren. Maar ik ga het wel meenemen voor de komende toernooien. En het is ook zo, hoe vaker je goed presteert om een toernooi, hoe meer vertrouwen je daaruit haalt. Nou, ik weet dat ik in de training goed bezig ben om op wedstrijdniveau ook heel goed te presteren. Dus zo zit je eigenlijk in een positieve cirkel. En zo wil ik gewoon die stappen door blijven zetten. Hoe belangrijk is een coach in het geheel? Ja, heel belangrijk. Martin die pusht me en die stimuleert me in de training op een hele andere manier dan ik gewend was in Eindhoven. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren, moeten ervaren. In het begin was hij nog vrij rustig met mij, maar ik heb gemerkt richting Shanghai toe. En zeker ook in het begin van dit seizoen zijn de doelstellingen en verwachtingen opeens in een training heel hoog gemaakt. Ja, en dat is gewoon een hele goede leerschool om daarmee om te gaan, want als je het in de training kan... Dan kun je uiteindelijk ook de wedstrijd.
Martin Truijens is Jurie's trainer bij het Nationaal Zweminstituut Amsterdam. Sinds een jaar heeft hij Verlinde onder zijn hoede en hij is blij met een pupil van het niveau van Jurie. Ja, hij is een hele goede zwemmer, laten we dat voorop stellen. Hij is al in hele goede staat bij mij gekomen. Hij was op dat moment tweede van Europa op de lange baan. Een scherpe heer en maakte de keuze om in deze setting met deze mensen en met mij als trainer het vervolg van zijn carrière door te maken. En vind ik heel leuk dat hij die keuze heeft gemaakt en aan mij en aan hem de taak om zijn ambities waar te maken. En die rijken ver, kan ik je vertellen. Om ambities te realiseren zal een sporter optimaal moeten presteren. En daar ligt een mooie taak voor de trainer. Zijn werk is eigenlijk nooit af en valt binnen een breed spectrum. Nou ja, er zijn natuurlijk een hoop aspecten waar je op kan trainen. Het fysieke aspect, dus kracht en uithoudingsvermogen. Het technisch element en ook het stukje in de bovenkamer. Nou, ik denk dat op al die vlakken nog winst te boeken valt. En daar zijn we ook hard mee bezig. Tactiek in de race. Hoe belangrijk is dat? Dat is belangrijk. Zeker op zijn slag. Vlinderslag is een slag waarin je best veel kracht kan leggen. Anders dan bij de borst en de rug, waarbij je continu eigenlijk één arm aan het stuwen hebt. Heb je bij de vlinderslag altijd het moment dat de armen over het water heen moeten en je dus niet aan het stuwen bent met je handen. Nou, dat is verreweg je grootste motor. Dus iedere slag moet je jezelf min of meer weer op gang trekken. En dan is het cruciaal dat je niet te veel kracht in het begin van je race smijt. Want dan kom je aan het einde echt de bekijt vanaf. En ja, dat is pacing, dat is een strategie. En daar valt zeker nog winst te behalen, absoluut. Zwemmen wordt steeds zwaarder. Het lijkt er steeds meer op dat sporters zo goed getraind zijn dat niet alleen de 50, maar ook de 100 en 200 meter niet meer worden ingedeeld, maar één lange sprint zijn. Nou, ik denk waar je zeker gelijk in hebt is dat de internationale top, en dan wordt er toch vaak niks ten nadele van andere slagen naar de vrije slag gekeken. 100, 200 meter vrije slag, daar is jouw statement zeker voor geldig. Als je kijkt naar de afgelopen WK, 200 vrij, eerste vijf mannen onder de 1,45 binnen 16e van elkaar. Ja, dat is een bizar niveau in de breedte. Ja, als we een aantal jaar teruggaan, de jaren waarin Pieter en Torp met elkaar streden, had je Pieter en Torp. En daar was het dan even. Daarna kwam de rest. En dat is inmiddels, kunnen we echt niet meer zeggen. Krijg je steeds meer specialisten en steeds minder onrounders? Ik denk dat de sport zich wel steeds meer ontwikkelt naar meer specialisten, absoluut. Een trainer valt niet te benijden. Hij werkt keihard om een sporter voor te bereiden op de wedstrijd, maar tijdens de wedstrijd kan hij alleen maar leidzaam toezien. Ja, dat klopt. Dat is ook het mooie. Ook het frustrerende. Soms wel, ja. Dat is zeker waar. Nee, maar het mooie in de zin van, ik kan met recht zeggen, en dat is ook het gevoel dat je met elkaar wil hebben, we zijn er klaar voor. We weten wat we moeten doen. We hebben alles gedaan in training om ons goed voor te bereiden. En nu moet het gewoon gebeuren. Of mag het gebeuren. Hè? Het is een mooi moment, het is een fijn moment. Maar soms ook het frustrerende als er dan niet gebeurt wat je met elkaar hebt afgesproken. Dit jaar draait alles om de grootste wedstrijd die bestaat, de Olympische Spelen. Het is een heel bijzonder evenement, maar voor de sporter zelf moet dat moment eigenlijk niet te veel bepaald worden door die bijzonderheid. Je moet gewoon je werk doen. En het is fantastisch mooi dat dat mag gebeuren voor zoveel ogen. Zowel thuis achter de televisie als daar in het stadion. En dat moet iets moois toevoegen, maar het moet vooral niet afleiden van waar het echt om gaat. En dat is in Jurie's geval, twee banen verdomd hard zwemmen. Opa Verlinde is de grootste fan van Jurie. Niet alleen op het gebied van zwemmen. Hij bewondert hem ook als mens. Dit is gewoon zijn doorzettingsvermogen. De manier waarop hij alles benadert en wie er met hem eens omgeht. Ik bedoel, hij duidt tamelijk onpersoonlijk tegen hem eens, maar net wat ik straks zag, nog zo lang, wat meen ik hier dan met? Wat is dat? En dan denk ze ja. En daarom heb ik vertrouwen erin wat er nu aan doen is. Dus voor de Olympische Spelen, dat hij weet wat er mee bezig is. Of dat hem lukt, dat is natuurlijk een tweede. Hij heeft wel de focus. Hij kan zich helemaal richten op het vastbieten en het nog warm maken. Ja, waar hij zich voor inzet, dat zuurt aan zijn blik dan, hè, dat hij dat bedoelt. Nou ja, en dat is het vertrouwen wat ik heb. En Jurie, ben door hem ook volg in zijn verrichtingen wat er duidt. Maar
Of dat allemaal uitkomt, ja, dat is een tweede. Dat moet in Londen blijken. Opa Verlinde volgt ook andere familieleden in hun sport. Dan gaat het om voetbal, op amateurniveau. Maar Jury volgen op de Spelen staat dit jaar op nummer 1. Gaat hij zelf mee naar Londen? Nee. Nee, het was de leeftijd toch te wiet voor. Daar gaan we niet her. Je zit aan de buis gekluisterd te kijken naar zijn verrichtingen. Ja, ja, dat zonder meer, natuurlijk. Dat doe ik nu ook, want als Esther het op internet te vinden is, dan heb ik het te pakken. En dat laat ik ook blijken. Ik bedoel, ik ga niet zeggen van, oh, dat is niks of dit is niet. En of die anderen nu voetballen hier, amateur, dan ga ik ook kijken. Ik bedoel, sport, die moet je op eerder niveau waarderen. Vind ik. De meeste sporters hebben tegenwoordig wel een iPad, iPod of iPhone. Dat geldt ook voor Jury. Ja, nou ja, ik heb een iPhone en een iPad en ik gebruik ze zeker voor mijn sport. Kijk, als ik een filmpje wil zien van de toppers van nu, bijvoorbeeld van Michael Phelps, pak ik mijn iPad erbij en ik kijk er even snel op. En, weet je, het werkt gewoon heel makkelijk. En contact met de coach via mijn iPhone, hij heeft er ook, en bijna iedereen in onze groep heeft er eentje. Ja, het gaat gewoon heel snel en als ik het zwembad inloop en er moet snel nog even een afspraak gepland worden, pak mijn mail erbij, agenda, het is zo geregeld, het is helemaal top. Muziek? Muziek staat er ook op. Neem ik ook mee naar de wedstrijd. Gewoon even, als ik het nodig vind, dan zet ik het aan. En, weet je, gewoon, het is gewoon een fijn hebbeding en je kan er alles mee. Een hebbeding dat door veel mensen ook voor een deel als spelcomputer wordt gebruikt. Ik speel niet zoveel spelletjes. Als ik iets speel, dan is het op... Weet je, als ik iets speel met spelletjes, dan is het meestal iets waar ik over moet nadenken. Weet je, een blokje ergens vandaan schuiven of iets met puzzels. Ja, dat vind ik wel leuk. Wordfeud? Ik heb het geprobeerd, maar het is niks voor mij. Nee, zeker niet. We gaan er nu even uit voor de reclame, maar blijft u vooral kijken. Na de reclame een uitgebreid interview met Lindsay. En we gaan extra kijken naar de stad van vandaag, de stad Hasselt. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.